ben een grote fan van het toeval en ik zoek dat ook op. Ik denk dat je dat kan opzoeken. Dat klinkt heel contradictorisch, maar als je al je zintuigen gebruikt, dan ben je voorbereid op onvoorziene omstandigheden en daar draait het vaak om. Ik zoek naar bepaalde gebeurtenissen die de realiteit kunnen overstijgen, die loskomen van het moment zelf. Dat is de kracht van de fotografie. Als je erin slaagt om humor in je foto's te krijgen, dat je de aandacht van de mensen veel sneller krijgt. Maar geen humor om de humor, het zijn geen visuele grapjes. Het is humor met een angel. En met die humor trek je de mensen dichter bij je beelden om ze vervolgens de inhoud te tonen natuurlijk. En ik vind een foto die vragen oproept veel interessanter dan een foto die antwoorden geeft.